Tussen 1980 en 1983 speelde hij 77 competitiewedstrijden voor PSV. 11 doelpunten. Kent u hem nog? Jung Mo Hoo. De eerste Koreaan in de Nederlandse competitie. Alvar Torissen. Reinders houdt hem toch goed voor zich. Torissen, Geels. En daar een hele goede bal van Hoe. 1-1. En deze week was Jung Mo Hoe weer terug in Eindhoven om natuurlijk terug te kijken op zijn carrière. Dan 정말 너무 좋은 시간이었고 PSV에서 3년 동안 있으면서 축구에 대해서 굉장히 다시 새롭게 눈을 뜬 그런 계기가 됐었고 지금 그때하고 지금 비교해 보면 이런 어떤 스타디움 자체도 굉장히 이렇게 아주 좋은 뮤지엄도 만들어 놨고 너무 틀려져 가지고 상당히 좀 이 어리둥절하긴 하지만은 또 안에 있는 이런 기억들을 더듬어 보니까 너무 참 좋은 시간이었다. 그리고 나한테는 정말 귀중한 시간이었고 축구를 통해서도 정말 나한테는 잊을 수 없는 기억이다 이렇게 생각을 합니다. En natuurlijk was er een bezoek aan de studio van PSV TV om oude historische beelden nog eens terug te zien. Zoals dit duel met Willem van Hanegem. Van Hanegem die waarschuwt Hoe op een hardhandige manier. Grensrechter en scheidsrechter corrigeren. Boze Willem van Hanegem. En Jung Mo Hoe ziet de beelden voor het eerst na dik 30 jaar weer terug. Hij en Willem van Hanegem. En samen met de Koreaan bezochten we het PSV Museum. En gingen we op zoek naar herinneringen uit de 3 seizoenen van Hoe bij PSV. Binnenkort doen we dat in een uitgebreid programma. Jung Mo Hoe bij PSV.